De laatste tijd is vooral het toerisme daarbij aan de orde. De Amsterdammer weet dat hij niet meer mag parkeren en is voorzichtig, want hij wordt weggesleept. Maar het zijn nu de toeristen die daar het slachtoffer van worden. Ronnie van Oudenhallen is al een half jaar bezig om wethouder Krikke daarvan te overtuigen. En die heeft nu een tijdje geleden gezegd dat ze er wat aan zou doen. Maar jij vindt dat dat wel of niet gebeurt? Nou, eerst even je woorden verbeteren. Je zegt dat je niet mag parkeren. Je mag parkeren, maar je moet wel betalen. Dus beheerd parkeren. En wat is er nou aan de hand? Wethouder Krikker die neemt aan dat een toerist die naar Amsterdam komt meteen weet hoe, hoe het betalingsverhaal is. Dat betekent dat je wel Nederlands geld op zak zult hebben. En je zult wel genoeg muntjes hebben. Je weet waar je je kaart moet halen en al. Dus wat gebeurt er? Een toerist zet zijn auto neer, loopt zijn hotel binnen en beneden heeft hij al een klem. Nou, we hebben dat het laatste jaar, en zeker sinds wij in de raad zitten, in de gaten gehouden. En we hebben gezien dat met Paas een jaar geleden op één dag 500 meer klemmen waren gezet. Dat zijn hoogtijdagen voor de mannen van het parkeerbedrijf. Ja, daarom wordt wethouder Krikke waarschijnlijk niet teruggefloten door haar college. Want wat gebeurt er nu? We hebben gezegd met de algemene beschouwingen in november, wethouder let op, informeer die mensen wat beter. Nou, ze beloofde beterschap. Ik heb de cijfers van kerst 1998 opgevraagd. Wat zie je daarin dat de toeristen die geklemd waren van een kwart naar een derde zijn opgelopen? En dan heb ik maar ik heb laatst een interview gedaan met Ferry Houterman. Die was toen fractievoorzitter. Die zei, ja, daar moeten we wat aan doen. Waarom doet de wethouder er niks aan? Dat zei ook wethouder Terhorst van de PvdA. Nou, dat was dus de grote hamvraag vandaag. Dat ik zei, wethouder, wat heb je nou fout gedaan dat er met kerst zoveel parkeerklemmen extra zijn gezet en zoveel toeristen extra zijn gedupeerd? Ik geneer me als Amsterdammer en met mij geneer een heleboel Amsterdammers zich hiervoor. Nou, toen kwam ze met hetzelfde verhaal. En wat was het verhaal? Nou, ik onderbrak haar, maar ze wilde ook vertellen, nou, toen zij ooit in Parijs was, toen had zij maar dat soort prachtige verhalen, maar waar het nou om gaat is, iedereen weet, iedereen weet dat toeristen zich gepakt voelen, dat het slecht is voor het terugkomen van de toeristen. Dat is ook in de gemeenteraad uitgesproken. Waarom doet wethouder Krikke niks? Nou, als ik dat zou weten, dan zou ik het weten. Maar iemand die wethouder economische zaken is, daar denk ik toch wel van dat ze beter met economische zaken en zeker toeristen om moet gaan. En ik geloof dat deze wethouder af en toe een beetje in droomland zit en niet realiseert dat die toeristen zoveel aan de economie van Amsterdam bijdragen. Maar het is toch niet zo moeilijk voor de wethouder om de dienst parkeerbeheer een briefje te sturen en zeggen, hallo, wees eens wat soepel tijdens die feestdagen? Nou, dat is een andere wethouder en dat soort dingen proberen wij ook. Maar buiten wat soepeler betekent het, waarom geef je geen waarschuwing aan een toerist? Dat doen ze al jaren in Luxemburg. Amsterdam loopt op parkeergebied altijd achter. We hebben Transferium erop staan. Waarom zet je daar nu niet een bord onder met de feestdagen en er staat in parkeren, park and ride? Want dan ga je daar met de metro verder. Waarom hebben we niet het idee dat er een busje staat bij het Transferium, dat de koffers gebracht worden, dat de mensen gewoon even met de metro gaan en bij een hotel? Dat zijn allemaal plannen, maar wat je dus feitelijk zegt, je vindt dat de wethouder... Dat hoort die wethouder te doen. Ik zit hier ideeën te zetten. Ik verdien geen anderhalve ton als die wethouder. Die wethouder hoort dit te doen en die hoort wat te doen voor haar toeristen. Nogmaals, ik geneer me dood als Amsterdammer. Dat is duidelijk. Bedankt, Ronnie. Alsjeblieft. Nou, dat is duidelijk. Ronnie van Oudenhallen komt op voor de toeristen. En u bent bij Holland Tourist Television iedere vrijdagmiddag om 5 uur over toerisme. Vandaag gaan we over iets heel bijzonders praten, namelijk over geur. Op 11 en 12 mei is er in het Marriott Hotel een geurmarketingconferentie.